Yo amigos van Onami Studios! Oh, wacht. Je zit verkeerd. Je zit verkeerd. Yo kijkers van SynonymousVids, welkom allemaal bij een nieuwe review video op de donderdag. Ja, we beginnen natuurlijk met onze enige echte Onami Studios. De reden waarom dat ik eigenlijk ook gewoon zo die intro bedoel ik zo zei, is... Als je een trailer kijkt, superwijs, echt. Ik vind zijn intro wel gewoon één punt waar mij direct, de allereerste keer dat ik zijn kanaal zag, was één punt dat direct mij opviel, wat ook goed is. Zo, die heeft wel echt een wijze intro. Ik vind dat de banner en de profielfoto gewoon in elkaar overloopt. Mijn eerste opmerking. Positief. Zijn titel is ook wel heel duidelijk geschreven. Allee, het zijn Onami Studios. Ja, sociale media staat erop. Qua subscribers, ja, kan niet beter, hè. Alles kan beter. Ja, het kan maar beter, maar het is goed, hè. Ja, het is goed. Je zegt, het kan niet beter. Ik zeg, ja, maar het kan wel beter. Alles kan beter. Voor de rest, thumbnails zijn goed. Alles kan. Koffie kan, water kan, melk kan, de pauze kan ook, maar die mag niet. Ja, de thumbnails zijn dus goed, zoals ik al zei. Titels zijn goed. De kwaliteit van de video's is ook goed. Wat ik wel leuk vind gedaan is, je hebt hier soms van die thumbnails met zo'n rare vormen in. Zoals Pentabellieke track, of Try Not To Laugh Challenge 2, of YouTube Is Love, YouTube Is Live. Dat is van die... kijk eens naar video's! Ik ben aan het kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e video. Dan nog een video of 7 verder. Nog een video of 3 verder. Ja. Zo ja, die golfjes erin. Dat is wel iets apart. Wat mij wel opvalt is, ik weet niet wat hij expres doet, maar bij Akinator zet hij gelijk zijn webcam nog goed. Dus dat is letterlijk maar een seconde. Maar misschien dat wegknippen of zo. Hij is ook volledig zijn eigen, vind ik precies. Hij komt oprecht over. Schnappie. Ik zie hem zo in real life ook nog wel reageren op ons. Of op mij. Of, ja. Op ons, op mij, ja. Ik zie hem zo nog wel reageren. Dat is positief, misschien, hè, Thomas. Trouwens. Dan gaan we over tot de samenvatting, zeker? Dan gaan we over tot de samenvatting. Goed kanaal. Niets op kunnen aanmerken, behalve die ene minuscule seconde dat je webcam nog aan het schokken was. Probeer dat, anders gewoon een seconde weg te knippen. Maar dat is natuurlijk ook gewoon een menselijke fout, dus dat kan ook gewoon een foutje geweest zijn. Ja. En voor de rest, regelmatige upload zeker? Daar heb ik niet op gelet. Ik ook niet. 2 weken, 1 week, 5 dagen. Ja, dat is toch een video per week, denk ik. Nee? 5 dagen, 1 week, 2 weken, 3 weken, 1 maand, 1 maand. Dus ik veronderstel 1 video per week. Ja, 1 video per week, dat is goed hè, voor een vlogkanaal, zeker. En voor de rest, goede banner, goede profielfoto. Homepagina ziet er ook goed uit. Waarschijnlijk ik vind het raar dat je zijn naam intikt en dan niks als resultaat krijgt. Ook zo geen video, dat vind ik een beetje raar. Ik weet niet waarom dat komt. Misschien dat hij zijn video's enkel publiceert via dat kanaalding of zo, kunnen dat. Zijn edit skills, ik ga je een stukje laten zien. Waar is het? Hier. Het is daar! Oh, godverdomme. Een errorje ooit. Yay! Wow! Dus ik ga je nu een stukje laten zien. Op. 30 seconden. Alles is op. Hey, waar is de shock? Vooral de overlays tussen de tijd dat hij zijn intro doet en dat hij hier aan het pompen is. Dat vind ik wel leuk gedaan. Dus hij weet wel hoe dat hij moet editen. Hè. Goeie profielfoto, die ook terugkomt in de banner. Maar ik zou hier ook wel uw sociale media opzetten. 2 weken, 1 week, 1 week, 6 dagen, 3 dagen. Dus ik veronderstel 2 video's per week. Ja. Dus dat is goed hè. Dus... Goeie profielfoto, die terugkomt in de banner. Maar indien je dat ziet zitten, zet er je sociale media op. Dat is altijd handig. Je homepage ziet er goed uit. Uw video's zijn ook goed. Uw edit skills zijn goed. Uw upload, hoe zeg je dat? Kort zegt alles is goed. Upload is regelmatig. Ja, voilà. Regelmatigheid van de upload is goed. Doorgaan zou ik zeggen. Zijn kanaal is goed. Dus blijf doorgaan. Sowieso mensen, als we dingen zeggen over u die een beetje minder goed zijn, moet ook nog steeds blijven doorgaan. Het is niet omdat het zegt, we zeggen, wij vinden dat bijvoorbeeld ietsje minder, dat wij zeggen van uw kanaal is slecht. Ja. Hè? Dus altijd blijven doorgaan. Laat niemand je afkraken. Dus kort samengevat was dit een heel goede aflevering. Met twee heel goede kanalen. Die wij heel zeker in de beschrijving gaan zetten. Wat ik trouwens vergeten ben in de vorige video. Ja, is mij opgevallen. Dus deze aflevering zit er weer op. Vonden jullie het leuk? Laat dan zeker een like achter. Laat in de comments achter of jullie je kanaal gereviewd willen zien. Hebben jullie nog opmerkingen voor ons? Vragen? Stel die gerust. Wij antwoorden altijd. Meestal binnen de minuut. Laat ons. Subscribe om ons te volgen voor de meer video's die eraan komen, want wij uploaden sinds deze week 6 op 7. Ik wil heel erg bedanken voor het kijken en ik zeg tot de volgende keer. En zoals altijd, stay synonymous. You. Ciao.